Wat is er eigenlijk eerst, hè? Kip of het ei? Evidence-based practice en practice-based evidence. Dat zijn twee moeilijke begrippen. Evidence-based practice, ik doe dat ook. Je gaat op zoek in de literatuur en je gaat gaan zoeken van kijk, wat is eigenlijk de beste mogelijke manier om je patiënt te behandelen. Nu, je hebt patiënten met dezelfde diagnose, maar die eigenlijk verschillen van symptomen. Dan gaan we eigenlijk een beetje de richting van practice-based logopedie. Dus je gaat eigenlijk iets gaan toepassen die volgens jou de beste mogelijke manier is om je patiënt te behandelen. Dus, idealiter gaan van evidence-based practice naar practice-based evidence naar practice-based evidence-based practice.